Bij Roze Woensdag hoort een Pride. Ondanks de maatregelen werd er ook deze woensdag een mini-Pride georganiseerd in Nijmegen. Vanaf het Stevenskerkhof liep een select groepje mensen een kleine parade naar café Marcus Antonius aan de Sint-Antoniusplaats. Dat de Pride alleen voor genodigden was, betekende niet dat ze hun boodschap niet konden overbrengen. Het lukt ons best wel om het uit te dragen. Toch wel, ja. Ja. En jullie staan hier ook, zeg maar. En we gaan dadelijk de stad in met deze vlag. Het is natuurlijk een andere manier, zeg maar. Normaal is het veel meer feest, veel meer die zichtbaarheid, dat roze. En nu focussen we ook iets meer op een stukje inhoud, zeg maar. Waarom die Roze Woensdag? Dus eigenlijk is het ook weer een mooie kans om te laten zien. Ja, want waarom is het belangrijk om het toch te laten zien? Nou ja, onzichtbaar maakt onbemind, of hoe dan ook het spreekwoord juist is, zeg maar. dus we willen zichtbaar zijn. Hè? En het doel is uiteindelijk om ons op te heffen, zeg maar, dat het niet meer nodig is. Maar op dit moment is het gewoon nodig om toch de aandacht te vestigen op LHBTI-rechten en maatschappelijke acceptatie. Jullie gaan dan zo meteen naar Marcus Antonius. Hoeveel mensen gaan er uiteindelijk mee? Want het mag maar een beperkt aantal mensen mogen er mee. Hoeveel hebben jullie er uitgenodigd? We gaan ongeveer met 30 mensen lopen. Okay. En als die beperkingen allemaal niet waren, dan hadden we misschien wel met 43.000 kunnen lopen.